Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal op korte termijn harde sancties treffen in de transportsector. Dat zegt minister Jerry Miranda. De aanleiding voor de sancties zijn de recente ongelukken op de Saron- en Weidenbosbrug. De Saronbrug raakte zwaar beschadigd nadat een vrachtwagenchauffeur een van de steunpilaren zodanig heeft geramd dat die losraakte. Terwijl op de Weidenbosbrug 15 voertuigen beschadigd raakten nadat de remmen van een vrachtwagen het begaven. Een van de directe maatregelen van de commissie Zwaartransport, die vorige week is geïnstalleerd, is de aslast van 8 naar 12 te brengen. Momenteel worden wegen volgens de minister letterlijk kapot gereden. Met deze maatregel zal hun levensduur langer worden. Ook zullen transporteurs gebruik moeten maken van waterwegen, zegt Miranda. Wanneer de aslast tot 12 ton gebracht wordt, is het niet zo moeilijk. Als u een gekke berekening maakt, dan kunt u een paar deskundigen, als u wil, kan ik een paar noemen. Het aantal assen op het vervoer, op die vrachtwagen, hoe meer assen op die wagen, hoe lager de asdruk. Dus dat is zo'n probleem. Als je nu met twee assen rijdt, dat je een voertuig aanschaf die vier assen heeft, dan ben je binnen de weging. Maar we moeten deze maatregelen nemen, mevrouw. Anders, in zeker zo'n precaire situatie, dan hebben we wel het gevoel dat wij middelen van de overheid over de boeg gooien. Want als de hele bevolking alles aan zijn laars laat, dan kan het niet zo verder. Die Weidenbosbrug is een andere issue. We hebben een maximaal gewicht op die Weidenbosbrug. Dat van houttrucks is een stress op die brug, u weet het ook. Drie houttrucks, wist u niet hè, die overbeladen zijn op die brug, is het gewicht al overtrokken. En dan heeft u nog alle personenwagens erbij. De directeur Civiel Technische Werken, Santosh Soman, lid van de commissie Zwaartransport, zegt dat de overheid veel geld uitgeeft aan het asfalteren van wegen. Om 1 kilometer weg te asfalteren is er een bedrag van $1,1 miljoen nodig. Daarom moet er duurzaam worden omgegaan met de wegen in Suriname, benadrukt Soman. Dus het land, het ministerie, heeft vanaf 1999 circa $900 miljoen gestopt in financiering en aanleg van wegen. En bijvoorbeeld de weg naar Albina, de weg naar Atjoni, Sanderij, Krakka, uitvalswegen, maar ook wegen in diverse woonwegen. Dus vanaf het Dalian 1 project, landelijk asfaltering 1, tot en met de Dalian 4, landelijk asfaltering 4, waarmee we nu ook bezig zijn. Dus er is heel veel geld gestopt in de infrastructuur. En kijk, het gaat erom om regulerende maatregelen op korte termijn dat getroffen moet worden. Om de aslast te brengen van 8 ton naar 12 ton. En dat we dat gaan handhaven. Ook als commissie. Dat heeft ook als taak om erop toe te zien dat de producten, die de wetgeving en de regelgeving producten in orde worden gemaakt. Maar dat daarnaast het zo is dat we dat gedeelte gaan moeten reguleren. Dat is niets meer dan een regulerende maatregel. Santosh Soman, directeur Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de maatregelen die op korte termijn zullen volgen in de transportsector.